Ze is een aanstormend talent. Ze is pas 13 jaar. Ze heeft vorig jaar deelgenomen aan de Europese kampioenschappen. Als veel mensen naar je kijken, geeft het toch wel veel meer. Het is gewoon spannend dat zoveel mensen naar je kijken en het is ook wel superleuk. Ze is hier samen met haar moeder, die vele paarden tot internationaal Grand Prix heeft opgeleid. Vanavond rijdt haar moeder op Grand Chameur, een 7-jarige nakomeling van Hengst Apache. We gaan naar de Pas de Deux. Ik heb het gehad over Mickey en haar moeder Jonna Svelstraten. Superleuk om een keer met haar een keur te rijden. En ja, ik heb nooit eigenlijk een Pas de Deux gereden en voor de eerste keer was het echt superleuk. Ik heb een aantal keer geoefend, maar het was niet echt ongelooflijk moeilijk. Het is wel eens moeilijker geweest, maar het blijft altijd wel spannend of alles goed gaat. Ik zou zeggen nog een applaus voor Mickey en Jonna Svelstraten.